Hallo iedereen, het is vandaag donderdag 23 september. En deze middag heeft de Waalse regering bekendgemaakt dat vanaf 15 oktober op meer plaatsen het coronapaspoort zal gebruikt worden. Vanaf dan zullen ook in restaurants, cafés en fitnesszaken het coronapaspoort moeten getoond worden om binnen te mogen. Dit is ook al het geval in Brussel en iets zegt mij dat het waarschijnlijk weldra ook nog wel zal volgen in Vlaanderen. Ik had enkele dagen geleden hier mijn eerste tekst voorgelezen. Ik vond dat zelf niet echt heel goed gedaan, maar ik was eigenlijk wel verrast van hoeveel mensen dit hebben gezien en blijkbaar ook nog wel redelijk oké vonden. Daarom doe ik het vandaag nog eens opnieuw en ga ik een tekst voorlezen die ik heb geschreven op zondag 22 augustus, dus net iets meer als een maand geleden, omdat die tekst eigenlijk vandaag nog wel interessant is, gezien de beslissing van de Waalse regering. Voor deze tekst werd ik toen ook na een uur of twee nadat ik dat gepost, in de Facebook-gevangenis geplaatst voor een week. En dit bericht werd ook door Facebook verwijderd. En als er iets wordt verwijderd, dan kan je er toch van op aan dat je vrij dicht bij de waarheid zit. Daarom ga ik het gewoon opnieuw voorlezen. Het is een relatief lange tekst. Ik zal proberen rustig voor te lezen, zodat het verstaanbaar is. En ik wil ook al even laten weten dat ik nog enkele andere leuke ideeën heb om hier wel draad te brengen op YouTube. Dus ik ga zeker blijven gaan. Moest je het interessant genoeg vinden, geef het dan zeker een like, het filmpje hier op YouTube. En stuur het zeker ook door naar vrienden of kennissen. Want hoe meer mensen kritisch nadenken, hoe sneller we uit deze miserie zullen raken. Dus ik ga voorlezen. Ik schreef het, ik had het net al gezegd, op zondag 22 augustus 2021. En de titel was: Niet voor niets was Margriet een Belg. Bestaat er een prik tegen geheugenverlies? Blijkbaar hebben enorm veel mensen, en vooral politici en mediavirologen, hier duidelijk last van. Om hen te helpen schrijf ik vandaag opnieuw wat er afgelopen week is gebeurd en herinner ik bepaalde politici en experten graag aan hun eerder gemaakte beloftes. Het is immers meer dan nodig dat eindelijk nog meer Vlamingen zich bewust worden van de huidige angstporno, leugens en valse beloftes. Na het overlegcomité van afgelopen vrijdag waren onze excellenties zeer positief en fier dat ze enkele versoepelingen mochten afkondigen. Vanaf 1 september mogen we terug wat langer op café en restaurant. We mogen zelfs terug meer mensen thuis ontvangen. Geen kat die nog weet hoeveel precies, en nog minder katten die er eigenlijk van wakker liggen. Een overheid in een rechtsstaat moet zich immers nooit bezighouden met wie we thuis op bezoek krijgen. In een dictatuur ligt dat anders. En het laatste jaar hebben we gezien dat bepaalde excellenties wel wat van deze trekjes hebben. Ik had het echter nu over een ander medisch probleem, het geheugenverlies. Minister Jan Bon was vrijdag zeer fier. Met onze prikgraad zitten we aan de absolute wereldtop. Bijna 90% van de volwassen Vlamingen is nu volledig geprikt. Dat laat ons toe om vanaf 1 september in Vlaanderen zeer belangrijke versoepelingen door te voeren. Horeca, cultuur, evenementen en thuis. Aldus Jan Bon. Hij is blijkbaar vergeten dat hij nog niet zo lang geleden heeft gepleit om vanaf 1 september alle maatregelen af te schaffen. De mediavirologen hadden hem toen wijsgemaakt dat wanneer we een prikgraad van 70% bereiken, de pandemie over was. We zitten daar in Vlaanderen ruim boven, maar het is blijkbaar nog niet voldoende om terug normaal te mogen leven. Liggen de ziekenhuizen vol? Is er een noodsituatie? Begrijpen deze politici niet dat ze bij deze alle geloofwaardigheid verloren hebben? De aanwezige politici zien naar eigen zeggen versoepelingen aan de horizon. Het probleem is echter dat de horizon een denkbeeldige lijn is in de verte
terwijl je zich terugtrekt naarmate men dichterbij komt. Enkele afgevaardigden van verschillende regeringen blokkeren de weg naar de vrijheid en niemand anders. In ons land wordt er beslist over de vrijheid van burgers zonder dat ze daar zelf inspraak in hebben of zonder dat ze het debat rond de inperking van hun vrijheden kunnen volgen. Ze noemen dit een overlegcomité. Dit heeft nog weinig met een democratie te maken, vind ik persoonlijk. Onze parlementen zijn overigens nog steeds met vakantie. De chaos in Franstalig België na de natuurramp is blijkbaar ook nog steeds niet belangrijk genoeg. Tijdens de pandemie werden onze parlementsleden door de partijvoorzitters buitenspel gezet, maar nu kiezen ze zelf voor deze zijlijn. Ondertussen hebben we dit jaar een begrotingstekort van 24 miljard euro, maar op vakantie gaan blijkt toch de prioriteit. Ik trek me echter op aan het feit dat zodra de federale regering weldra echt gaat moeten beginnen regeren, ze zeer snel zal vallen. Nu kunnen ze zich nog verstoppen achter corona, overstromingen of Afghanistan. Deze afleidingen zijn goed om te maskeren wat de problemen hier bij ons zijn in Absurdistan. Experts met zere teentjes die vechten met Twitter-trollen, politici die spelletjes spelen, belerende vingertjes en slogans optruien naar de bevolking toe, ondermijning van beslissingen door persoonlijke opinies. Eigenlijk echt een belachelijk circus dat we allemaal blijven tolereren. Volgens de pers moeten we echter heel blij zijn met de huidige versoepelingen. Er wordt zelfs her en der geïnsinueerd dat we de weg naar de vrijheid bijna hebben bereikt. Ik vind dit heel pijnlijk en jammer, want ik kan er gif op innemen dat dit maar heel tijdelijk zal zijn. Net als vorig jaar komen de grote versoepelingen net voor de start van de seizoensvirusperiode. Wat denk je dat er gaat gebeuren wanneer volgende maand de cijfers terug beginnen stijgen, met de piek in oktober? Ik geloof niet dat er een viroloog zo dom is dat hij of zij niet perfect weet wat ons te wachten staat. Wat gaan ze blij zijn als ze binnen enkele weken kunnen toeteren dat ze hadden gewaarschuwd dat we deze versoepelingen niet mochten doorvoeren. Als we met dezelfde, toch wel achterlijke bril naar deze crisis blijven kijken, gaan we nog jaren in deze dwaasheid blijven verkeren. Ik heb het al verschillende keren gezegd en ik zeg het graag opnieuw. De piek in oktober op onze intensieve zorgen zal net even hoog zijn als vorig jaar. Het zullen ook vooral mensen zijn die volledig geprikt zijn, omdat het vooral de ouderen en de mensen met onderliggende aandoeningen zijn die er zullen liggen en ondertussen weten we al dat de prik maar ongeveer 6 maanden efficiënt is. We zien dit fenomeen nu overigens al in verschillende andere landen. In Spanje bijvoorbeeld, waar er bij de 70-plussers een prikgraad is van praktisch 100%, zien we de laatste maand een stijging van 600% van de overlijdens, van 14 per dag naar 86 per dag gemiddeld. In Israël, waar ook bijna alle ouderen en zwakkeren geprikt zijn, is er een stijging van 2 naar 21 doden per dag. In Frankrijk van 20 naar 88, in Italië van 12 naar 43 en in de UK van 42 naar 96 en in de USA van 300 naar 769. In Zweden, daarentegen, waar ze niet enkel gekozen hebben voor de prikken, maar wel voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, kan je het aantal overlijdens van de laatste maand op 1 hand tellen. Wanneer gaat iemand onze mediavirologen hier eens over aanspreken? Wanneer gaan we eindelijk kunnen rekenen op kritische journalisten die hun werk naar behoren doen? Een ander uiterst problematische beslissing van het ondemocratisch overlegcomité is dat vanaf nu gouverneurs en burgemeesters zelf lokale maatregelen, zoals bijvoorbeeld een coronapas, voor de horeca kunnen opleggen. Ik hoor de champagnekurken in West-Vlaanderen en Antwerpen al knallen, want we hebben het laatste jaar geleerd dat de gouverneurs er nogal graag dictatoriaal uit de hoek komen. Ik vrees ook dat heel veel burgemeesters dwaas genoeg gaan zijn om deze coronapas ook in te voeren in hun gemeente. De doos van Pandora wordt hierdoor verder geopend. Als we dit niet snel kunnen keren, geraken we hier in geen jaren van af. Ook het mondmasker, of beter gezegd het conditioneringsmasker, willen ze echt niet lossen.
Anders zou het waarschijnlijk opvallen in de winkels hoe weinig mensen het nog zouden aandoen. Mensen zijn immers niet meer bang voor het virus, maar voor boetes. In Denemarken dragen ze nu al weken geen maskers meer. Alles kan daar terug. Winkelen zonder masker, op een restaurant zonder masker. Waarschijnlijk zijn de Denen gewoon dom en vallen ze binnenkort en masse dood op straat neer. Net zoals er vandaag al geen Zweden meer zouden zijn, want door hun achterlijk gedrag zouden ze ook al allemaal gestorven zijn door dit levensgevaarlijke virus. En niemand van de media die de vraag stelt waarom het in de UK vandaag ook allemaal lukt zonder al deze dwaze maatregelen. Zonder dat daar het door de experts voorspelde Armageddon plaats heeft gevonden. Het laatste jaar hebben onze ministers al een race van belachelijke maatregelen genomen. Herinner u de niet al te snuggere regels die onze minister van Binnenlandse Zaken vorige kerstperiode had afgekondigd en die nog de Amerikaanse media haalde vanwege de ongelooflijke idiotie. We mochten toen 4 gasten in onze tuin ontvangen, maar enkel 1 persoon mocht het toilet gebruiken. Jammer genoeg zijn heel veel mensen deze waanzin al vergeten. Met plezier breng ik het hier daarom nog een keer. Het is belangrijk om dit blijven te herhalen. Steeds meer mensen moeten begrijpen dat we dit niet langer mogen aanvaarden. Binnenkort gaan we overigens opnieuw beginnen met het redden van kerstmis. Ziet u het onze premier al aankondigen met zijn afgestreken gezicht? Blijkbaar wilden de excellenties van het overlegcomité opnieuw de Amerikaanse media halen of vonden ze dat er nog niet genoeg domme Belgenmoppen zijn, dus lieten ze zich vrijdag nog eens goed gaan. Ze weten uiteraard maar al te goed dat er in ons land toch geen kritische journalisten zijn die hen zullen wijzen op deze onzin. Tijdens deze vergadering droegen ze zelf uiteraard geen mondmasker. Maar besloten ze dat ze het supercomplex gingen maken voor ons, het plebs. Niet alleen complex, maar ook gewoon hilarisch grappig. Vanaf 1 september mag u iedereen aflekken aan de toog in een café, want daar moet men geen mondmasker meer. Maar als u naar het toilet gaat, moet dit wel. Dat mondmasker op de wc is natuurlijk wel te verantwoorden als je voorganger de avond voordien Chinees heeft gegeten. Het zou kunnen dat het overlegcomité daarmee rekening wou houden natuurlijk. In het gemeentehuis moet u geen masker dragen, in de winkel ernaast wel. Aan de toog moet u geen masker dragen, als u zich naar de andere kant van de toog begeeft moet dat wel. Het toilet van het postkantoor is vrijgesteld van maskerdracht, het toilet van uw café daarentegen is gevaarlijk gebied. In een theaterzaal mag je met honderden binnen en dit zonder mondmaskers gedurende uren. Maar als ik een brood wil halen bij de bakker hier om de hoek, moet ik mijn conditioneringsmasker wel dragen. Je gaat met een mondmasker op naar de kermis, dat uiteraard buiten plaatsvindt. Daarna ga je zonder mondmasker een pitje pakken aan de toog van een standvol café, alwaar je je mondmasker opzet om even naar het toilet te gaan. Het is blijkbaar niet voor niets dat debiel en beleid uit dezelfde letters bestaan. En niet voor niets was Margriet een Belg. Ceci n'est pas une liberté. Na de aankondiging van zulke nonsens afgelopen vrijdag moest uiteraard Mark van Ranst zijn deskundige mening delen. Hij liet weten dat de versoepelingen heel snel teruggedraaid kunnen worden. Wat had je nu gedacht? Zeg nooit, nooit, verklaarde hij op Radio 1, verwijzend naar de situatie in Israël waar ondanks de vele prikken het aantal ziekenhuisopnames toch weer piekt. Toen ik hem dit hoorde zeggen, was ik al verbaasd dat hij besefte dat het echt niet goed gaat in Israël. Misschien was hij vergeten dat ze daar al met de boosterprik gestart waren. Over Zweden zal je hem de volgende weken niet horen spreken, vermoedelijk. Ik wil bij deze iedereen ook nog even herinneren aan een uitspraak die onze opperviroloog deed op 24 maart 2021. Hij beloofde ons toen plechtig dat het de laatste lockdown was. U kan dit zelf terugvinden op Google. Onthoud dit goed, want binnen enkele weken zal hij opnieuw op zijn woorden moeten terugkomen. Het laatste jaar heeft hij overigens niets anders gedaan. Ondanks dat hij meer fouten maakt dan het liegebeest van de oude BRT,
blijft hij echter onterecht zijn geloofwaardigheid als expert behouden. Ik weet dat het naïef is en dat hij mij niet zal antwoorden, maar ik heb vandaag toch 5 vragen voor hem. Moest iemand mij kennen, mag u hem deze vragen bezorgen, want ik denk dat ze toch nogal relevant zijn. Eerste vraag. Begrijpt u al dat het virus via aerosols wordt overgedragen? Dat het dus complete onzin is om een masker te dragen als we ons verplaatsen in een winkel of op café. Tweede vraag. Begrijpt u al dat asymptomatische personen een lage dosis virus verspreiden via aerosols en daardoor geen zware ziektes veroorzaken, maar wel immuniteit? Derde vraag. Begrijpt u al dat het virus seizoensgebonden is en dat we het effect van de prikken pas in de herfst gaan kunnen beoordelen? Vandaag zien we alleszins al dat de prikken absoluut niet efficiënt zijn, want er liggen dubbel zoveel mensen met corona in het ziekenhuis als exact een jaar geleden toen er nog geen prikken waren. Vierde vraag. Begrijpt u al dat het dramatisch was om kwetsbare mensen te isoleren in ziekenhuizen en rusthuizen waar er zeer hoge doses van het virus circuleerden? Gaat u de overheid adviseren om dit drama niet meer te herhalen deze herfst? Of willen we opnieuw een veel hogere piek als in de rest van de wereld? Vijfde vraag. Begrijpt u al dat angst dramatisch is voor onze immuniteit? Beseft u dat er in Zweden geen enkel kind is gestorven aan corona, ondanks dat er niemand op school daar een mondmasker heeft gedragen? Uiteraard moeten we het ook deze week opnieuw hebben over onze media. Ook zij zijn deze week, jammer genoeg, weer compleet gebuist. Deze week kwam onze premier zeer uitgebreid aan bod in de Engelse en Italiaanse media. Eindelijk hebben ze daar het verhaal opgepikt van hem en de Italiaanse pornoactrice. Voorlopig slaagt onze premier er nog in dit uit de Belgische media te houden. De subsidies voor de vierde macht wegen toch blijkbaar heel zwaar door. Als een persoon, onze premier, zo onder vuur ligt in het buitenland en ons eigen land piept er niet over, leven wij dan nog wel in een democratie? Als onze pers, kost wat het kost, dit schandaal uit het nieuws houdt, kan je dan nog spreken van een vrije pers hier? Wanneer het de regeringsvorming voor bijna een jaar ophoudt, mag dit wel eens aan bod komen, lijkt me. Stel je voor dat een politicus van pakweg Vlaams Belang of PvdA of N-VA hetzelfde had gedaan, dan werd hij gevierendeeld door diezelfde media. Er is echter goed nieuws. De toch wel vrij bekende Daily Mail in de UK heeft bloed geroken en is de zaak van onze premier en zijn gulpfantasie aan het onderzoeken. Dat DPG Media het verhaal bewust niet brengt na contacten met Vivaldi, interesseert de redactie van deze krant. Ik ben er vrij zeker van dat hij de volgende weken nog redelijk wat staartjes zal krijgen. Het probleem is volgens mij dat een ideale premier iemand is met veel boter op zijn hoofd en aldus manipuleerbaar. Ze hadden volgens mij dan ook niemand beter kunnen vinden dan onze huidige eerste minister. Het is denk ik dan ook belangrijk dat de druk op hem de volgende weken serieus wordt opgevoerd. Hij is immers een heel belangrijke schakel in het huidige kaartenhuis voor deze pandemie. Hij gaf dan ook zelf toe dat hij chanteerbaar is. Dit verhaal is nog maar een vlieg op het topje van een ijsberg. Als deze dominosteen valt, dan valt de rest ook. Vervolgens wil ik het opnieuw hebben over de derde prik. Ondertussen weet iedereen dat deze binnenkort opnieuw zal verkocht worden als de weg naar de vrijheid. Het komt er nu op neer om genoeg mensen te doen inzien dat dit gewoon je reinste onzin is. Het volstaat om te kijken naar de landen waar er niet of amper geprikt wordt, zoals Oekraïne en India, en daar is de pandemie al voorbij. Ik vraag me echt dagelijks af hoe het komt dat niet meer mensen deze ballon doorprikken. De volgende maanden moeten we hier dan ook vooral op inzetten en hopen dat de meerderheid van de Belgen deze prik niet wil. Het wordt immers een systeem om blijvend vrijheden van ons af te nemen. Het gaat hier niet over een medisch probleem, maar om het vergroten van de controle op de burger. Binnenkort gaat de QR-code
die u krijgt na de prik een beperkte geldigheidsdatum krijgen. Sinds vorige week is dit al het geval in Oostenrijk. Daar is er een geldigheid van 270 dagen. Als u daar volgende winter wil gaan skiën, mag u dus nu al beginnen rekenen. Ook in Kroatië geldt dezelfde termijn van 270 dagen. In Israël is het 180 dagen. Ook andere landen en ook België zullen weldra volgen, jammer genoeg. Klaar om levenslang geprikt te worden? Berg het rijk der vrijheid maar op. Volledig geprikt zijn is slechts een luchtspiegeling tot de volgende verplichte prik. Opvallend hoe juist diegenen die zich laten prikken voor vrijheid niet beseffen dat ze zich vastzetten in een vicieuze cirkel. Hun vrijheid zal telkens met een volgende stap beperkt worden. Al die dwazen die nu heigerig de niet geprikte buiten de samenleving willen jagen, beseffen natuurlijk niet welke enorme nadelen het slikken van de prikken en covid-passen voor hun zal opleveren. Steeds meer mensen, gelukkig wel, en deze groep zal de volgende weken serieus groter worden. We moeten de illusie doorprikken en daar blijf ik mee aan werken. Het lijkt er steeds meer op dat bepaalde sceptici het al van in het begin van deze pandemie bij het rechte eind hadden. Er is een soort van whitepaper die klaar lag om burgers te kneden. Dit is nog maar een eerste stap voor de Big Pharma. Zij willen immers evolueren naar een maatschappij waarin tegen elke besmettelijke ziekte geprikt wordt. Straks zijn ook de coronaprikken en de boosters niet meer genoeg voor bewegingsvrijheid. Ons immuunsysteem moet om zeep voor de winst en macht van een kleine en zeer rijke groep. Ik heb dan ook zeker respect voor de spitsvondigheid van de strategie van deze Big Pharma. Ze zijn erin geslaagd om een product op de markt te brengen met bijwerkingen, aansprakelijkheid is uitgesloten en na 6 maanden kunnen ze het herhalen. De EU heeft 4,4 miljard dosissen van de verschillende prikken aangekocht. Op een totale bevolking van 740 miljoen mensen betekent dit dat ze nu al praktisch klaar zijn om iedereen, van zuigeling tot ouderling, 6 keer te prikken. Na die derde booster komen er dus nog een hele reeks. We hebben onze laatste week echter steeds meer verenigd en werken aan sterke en mooie initiatieven waardoor het kaartenhuis sneller ineen zal zakken. Hoe langer onze politici dezelfde fouten blijven maken, hoe groter de kans is dat we ze nooit meer terugzien. Ik ga ze alleszins niet missen en ik ben ervan overtuigd dat wanneer je tot op het einde van deze tekst bent geraakt, dat ook voor u het geval zal zijn. Ook vandaag eindig ik opnieuw graag met 3 quotes van 3 kritische en schitterende professoren. Professor Rick Torfs. Van den Broeke op rem voor totale vrijheid. Er schuilt voorzichtigheid in zijn uitspraak, maar ook een zeer eigentijds wantrouwen tegenover de vrijheid, alsof ze verantwoordelijkheid in de weg staat. Professor Bert Blokke. Wauw. Indrukwekkende argumenten om CO2-meters niet, u leest het goed, niet te verplichten in scholen. Kinderen zouden bang zijn en bij hoge CO2 zouden mensen ongerust worden. Is waarschuwing niet net het doel? 19 maanden ver in de pandemie en nog altijd wordt volksgezondheid tegengewerkt door dit soort onzin. Ik hoop dat men nu begrijpt waarom ik altijd heb geweigerd om in werkgroepen te zitten. Al ziet het resultaat is, ik heb wel wat beters te doen. Professor Bert de Munk. Ligt het aan mij of wordt er in de Vlaamse pers toch iets enthousiaster bericht over Franse verstrengingen dan over protesten ertegen? Je zou bijna blij zijn dat Twitter bestaat tegenwoordig. Zo, dit was mijn update, zondagse update van zondag 22 augustus 2021. Ik vond het belangrijk om deze vandaag te brengen, omdat ongeveer een maand geleden, denk ik, er nog weinig mensen hadden voorzien dat we hier weldra allemaal een coronapas zouden moeten gebruiken. We waren toen heel enthousiast dat we allemaal
terug op café mochten. Maar daar gaat binnenkort volgens mij vrij weinig van overblijven. Want overal zal een coronapas nodig zijn. Want ik blijf het herhalen, dit is het doel. Het draait niet om het virus, maar om meer controle. En daar gaan ze steeds verder in gaan. Dank u wel om dit helemaal te beluisteren. Ik vind dat heel sympathiek. En ik ben ook heel blij met de heel aangename reacties die ik na mijn eerste video heb gekregen enkele dagen geleden. Dus als je het leuk vond, zeker liken. Vergeet niet te abonneren, zodat je de volgende filmpjes ook kan volgen. En verspreid het zeker. Dat gaat mij enkel meer energie geven om dit te blijven doen. Graag tot een volgende keer. Tadaa.